Ik vind het echt wel treurig dat er zo besloten wordt en dat het niet anders kan. Hier op de Prinsengracht staat al 10 jaar Humanity House. Maar het doek is voor hun nu definitief gevallen. Na financiële klappen door corona konden ze niet langer wachten op een lopende aanvraag voor gemeentelijke subsidie. Zaterdag 31 oktober is de laatste dag dat je in het museum een bezoekje kunt brengen. En dat valt ze zwaar. Ik vind het veel aangrijpender dan ik had gedacht. Ja, ja, het is niet alleen voor mensen, voor de kunstenaars hier. Ook voor allerlei mensen, leerlingen die hier geweest zijn. En die nu allemaal zeggen, maar dat kan toch niet, het gaat toch niet weg. En het is heel definitief. Als je iets dadelijk ontmantelt, dan komt het niet zomaar weer terug. Maar wat doet Humanity House nu dan precies? We laten je eigenlijk ervaren hoe het is om ontheemd te zijn. Dus we nemen je mee op een reis. Een niet echte reis natuurlijk. Maar wel een reis die je dat gevoel probeert te geven. Dat je nergens thuis hoort en dat je nergens mag zijn. Terwijl je wel gewoon jezelf bent. Inwoners van Den Haag worden dringend verzocht het huis waarin ze zich bevinden zo snel mogelijk te verlaten. En daarna nemen we je mee naar eigenlijk 8 mensen die dat zelf hebben ervaren. Nou, ik wil je even meenemen naar het beeld van Omar Iman. Hij is een Syrische kunstenaar. En hij heeft dit beeld gemaakt. Een visioen ten tijde dat hij in Syrië werd gemarteld. En hij heeft gehoopt dat zijn dochter hem zou komen redden met een skippiebal. Dat zie je hier. Wat we wilden overbrengen was natuurlijk dat de meest moeilijke onderwerpen, dus rondom vrede, recht en oorlog. We hoopten eigenlijk dat iedereen die hier kwam er op een andere manier naar zou kunnen kijken. Wij zeiden het zou mooi zijn als het je lukt om een ander perspectief te nemen. Wij doen nooit alleen maar een programma en dan zeggen we kijk er maar na en geniet ervan. Er is altijd een programma met interactie. Dat zit in onze educatieprogramma's. In onze avondprogrammering hebben we dat altijd gehad. En eigenlijk ook met onze kunstwerken doen we dat. Dus zoveel mogelijk interactie. Maar wat gaat Den Haag nu het meest missen aan Humanity House? Ik denk dat een stad van vrede en recht, daar wil je gewoon graag een plek hebben waar het publiek over dit soort moeilijke, complexe onderwerpen kan praten of kan kijken of kan voelen. En ik denk dat dat echt dadelijk weggaat. Dat deden wij en dat is er dadelijk niet meer. Ja, en daarnaast denk ik dat gewoon de mensen die hier altijd graag kwamen, dat was gewoon een heel jong en divers publiek, die zullen het ook missen. Ik vind het echt wel treurig dat er zo besloten wordt en dat het niet anders kan.